Max Huibets, nieuwe speler voor AZ, Yuki Nari Sugawara. Heb je er zelf lang op geoefend? Nee, ik vond hem niet zo heel ingewikkeld, nee, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ja, je hebt er moeite mee, maar... Ik heb er een beetje moeite mee, ja. Okay, nee, ik vond het wel meevallen eigenlijk, ja. Ja, toch wel opvallend transfer, een speler uit Japan. Waarom deze keuze? Nou ja, we zijn natuurlijk op zoek gegaan naar een tweede rechter vleugelverdediger, omdat Ricardo niet meer bij ons is. Nou, uit scouting komen altijd verschillende spelers naar voren. Hij was daar één van en uiteindelijk kwam hij er het beste uit en zijn we voor hem gegaan. Om te kijken of we hem deze kant op konden halen. Ja. Wat is dit voor een speler? Ja, dat is een speler die past in het profiel wat wij zoeken voor die positie. Dat is met name voetballend heel erg comfortabel, een goede techniek. Wil graag meedoen ook in aanvallend opzicht. Nogmaals, wij denken veel vanuit balbezit bij AZ. We willen zelf het spel maken. Ja, wij denken dat hij zich kan ontwikkelen en door kan ontwikkelen tot straks misschien de opvolger van Jonas Svensson. Ja, want hij is gehuurd voor één seizoen. Hij is gehuurd, maar uiteraard met een optie om hem over te nemen. Nou, die optie moeten wij volgend jaar wel of niet lichten. Dus en daarna zal hij een contract kunnen tekenen voor meerdere jaren. Dus dat is wel afgesproken al.